Ik ben in geen enkel opzicht ben ik onder de indruk van de Russen. Als je nou iets leert als je ooit in Oost-Europa was, is dat ze niks konden. Ik ben nog door Boedapest rijden, daar stonden overal lange rijen voor de winkels. Ik vroeg aan mijn Hongaarse kennis, Zoltán, waarom staat iedereen hier in de rij? Ja, zei hij, er zijn vandaag bananen. Nou ja, hè? Je kunt hier om de hoek, dan kun je een ton bananen kopen voor een schappelijke prijs. Zelfs bananen konden ze niet aanbieden. Het verlos hem, kunt u mij horen? Behoorlijk wat ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne. Komt natuurlijk door het tegenoffensief door het Oekraïnse leger. Dat is ingezet. Laatste nieuws is dat een dorp in de regio Donetsk in ieder geval is heroverd. Oekraïne claimt die overwinning. Eerste zege zou dat zijn sinds het begin van het offensief. Buitenlandse bronnen melden verder ook dat er behoorlijk wat terreinwinst wordt behaald. Maar Oekraïne zwijgt. Dat is de strategie die het land kiest in deze fase van de oorlog. Om de Russen in ieder geval niet wijzer te maken. Ja, Oekraïne wel. Het is niet erg duidelijk nieuws natuurlijk. Dat wil zeggen, duidelijk is dat ze die dam hebben opgeblazen. De Russen. Die natuurlijk ook actief weer de Oekraïners dan de schuld van geven. Een soort van idiote strategie raakt. Dat je eigenlijk altijd bezig bent om over alles te liegen. Het is een merkwaardig soort van gedrag eigenlijk. Omdat het vrij evident is dat zij dat gedaan hebben. Die dam lag in hun gebied. Er zijn ook voorbereidingen nodig om zo'n dam op te blazen. Dat is nogal een hoop werk om dat te doen. En zij zijn de enige evident die er voordeel van hebben. En er zijn ook gesprekken opgevangen, hè, tussen twee Russen die aan het praten waren met elkaar over die explosie. Ja, dus de Russen hebben het gedaan. Hoeven er niet dat ik daar op één moment aan getwijfeld heb. Ja, het doet ze ook imagotechnisch niet veel goed, denk ik. Als er nou één persoon en land is wat eigenlijk in allerlei opzichten volstrekt geïsoleerd geraakt is, dan is het wel Poetin. Ja. Even afgezien natuurlijk van de ook altijd nogal vage steun van China en India, die natuurlijk er ook alleen in zitten in eigen voordeel. Precies. VS heeft ook satellietbeelden, spionagesatellietbeelden zelfs, hebben ze opgevraagd. En daar is ook duidelijk op te zien, zeggen zij, dat de Russen erachter zitten. Goed, ik twijfelde er geen moment aan dat het zo was. En Borrell heeft het ook gezegd, hè? Die chef buitenland van Europa. Zullen we redelijk geïnformeerd zijn. Kijk, we hebben bezoek in de podcaststudio. Hey, hebben we daar. Dag James. Hallo. Ja, opa moet even iets doen voor de podcast. Weet je wel? Waar je vader ook altijd naar luistert, naar de podcast. Een heleboel podcasts. Hij was de eerste luisteraar in de familie. Kijk, dat is goed. Nou, dat ziet hij in ieder geval een keer hoe het er allemaal aan toe gaat, ja, hier. Hoe simpel het eigenlijk is. Ja, ja. Nee, we hebben niet hele regiemeubels nodig, zoals bij nee, andere podcasts. Dat is wel spectaculair wat daar opgesteld bij was. Bij Kitty was dat, hè? Ja, in Kitty podcast. Beeld in beeld en geluid, zeg, met al die schermen. En die ook automatisch bewegende camera's en zo. Ja. Hey, welk voordeel denk je dat de Russen hebben bij het opblazen van die dam? Ik denk dat het toch misschien de plannen van de Oekraïners voor een groot offensief verstoort. Als je even kijkt op dat kaartje, je moet eigenlijk altijd op dat kaartje kijken. Dan zie je toch dat een eventueel doorstoten richting, zeg maar, het aanhechtingspunt, noem ik het maar even, van de Krim. Het wat natuurlijk een schiereiland is. Dan is dat ongetwijfeld bemoeilijkt. Ik bedoel, wat onder water staat of wat onder water heeft gestaan, is natuurlijk voor rupsvoertuigen en sowieso voor min of meer zware militaire zaken, is dat voorlopig ondoordringbaar, onbruikbaar geworden. Mm. Dus dat stukje, dat onderste stukje, nogmaals, men moet op het kaartje kijken, dat onderste stukje, want als je ziet waar dat Kharkovska ligt, dan zie je dat dat toch eigenlijk op dat kaartje ook al vrij dicht bij de monding van de rivier ligt. Maar goed, dat was natuurlijk juist de plek waar je zou zeggen, nou, want dan heb je daarboven heb je iets, Zaporizhia heb je daar, geloof ik, dat je zou denken, als je daar zelf strategisch over nadenkt, zonder dat ik verder enige militaire expertise heb, dat het ongeveer daar zou de hoofdstoot van het Oekraïnse offensief moeten komen. Hmm. Al hebben ze ook op verspreide punten langs dat hele front acties ondernomen, maar daar wordt dan door militairen van gezegd, ja, dat is eigenlijk om de Russen in verwarring te brengen. Die weten dan niet precies waar het gaat komen.
En dan moet tenslotte de hoofdstoot komen. Nou ja, eventueel daar. In het noorden, dat lijkt mij niet zo bijster waarschijnlijk. Eigenlijk zou je moeten zeggen, maar ik geef toe dat ik dat even meen weet als iemand anders. Dat je natuurlijk op de meest onverwachte plek die hoofdaanval moet laten plaatsvinden. De plek die wij nu niet noemen dus. Ja, en die wij natuurlijk, die voor ons waarschijnlijk ook onverwacht is. Aangezien wij niet beschikken over gedetailleerde kennis van het terrein. En al die foto's die dat mogelijk maken om dat wel te bestuderen. Ja. Er zijn deskundigen die zeggen er zijn drie plekken. Eigenlijk op drie fronten voeren ze de aanval uit. Eén daarvan is Bachmoed. Vorige maand is dat nog veroverd door dat Wagnerleger. Hè? En daar zouden ze nu een omsingeling opzetten. Ja, dat zouden ze van plan zijn. Maar ja, we hebben al die tijd gehoord dat Bachmoed eigenlijk meer een prestigeobject was. Dat het strategisch niet van grote betekenis was. Waarom dan daar? Dat begrijp ik niet. Want een politieke impact kun je maken. Als je even weer op dat kaartje kijkt, dat ligt een stuk noordelijker. Kijk, de winst valt naar mijn idee te behalen in het zuidelijke deel van het front. En niet in het noordelijke of het middenstuk van het front. Maar dit is wat jij zegt. Bachmoed is vooral politieke impact. Zo van, kijk eens, we willen de Russen vooral imago-schade toebrengen. Dan moet je, kijk, je moet ook in principe zaken prijs kunnen geven die feitelijk niet zo ontzettend belangrijk zijn. Ik geef toe, het is altijd moeilijk om iets prijs te geven. Ja. Dat was de grote fout van Hitler in de Tweede Wereldoorlog. Hij kon nooit iets prijs geven. Natuurlijk hadden ze Stalingrad niet zo idioot lang moeten belegeren met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Maar hij wou natuurlijk symbolisch Stalingrad, dat wou hij niet opgeven. Dus dan moest Hitler zei altijd dat je tot de laatste man moest blijven staan en blijven vechten. Ja, dat is militair gesproken natuurlijk vrij stom. Maar goed, ik heb niet de flauwste idee waar dan een eventuele effectieve en onverwachte aanval zou moeten komen. Maar je hebt toch het gevoel dat eigenlijk het hoofdspel nog niet op de wagen is. Nee. Al zeggen deskundigen wel, dat gaat wel snel komen, want Oekraïne is nu begonnen en ze zullen nu ook heel snel doorzetten. Ja, want ze kunnen niet lang afwachten. Deskundigen hebben van alles en nog wat gezegd. Zo is het, maar dat wil men niet. En er zijn er genoeg die wat roepen. En tot nu toe is er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel gebeurd, moet je constateren. Dat is toch nu is het ook wat er dan precies gebeurt, dat is eigenlijk toch vrij mistig. Ja. Nog een andere plek, Zaporizhia. Ja. Dat is richting die bezette stad Tokmak. Daar zijn ook beelden opgedoken van de week van die Leopard 2 tanks die in brand zijn gevlogen. Dat was natuurlijk een beetje pro-Russisch beeldmateriaal. Dat zou ook een tweede plek zijn waar ze dus... Nogmaals, de militairen zeggen nu zijn het eigenlijk nou niet speldenprikken. Daarvoor is het misschien al te veel. Maar het zijn uiteindelijk nog manoeuvres om af te tasten hoe het precies zit. Als je die versterkte regio aanvalt. En B, om de Russen in verwarring te brengen waar uiteindelijk de grote klap, als er een grote klap komt, gaat komen. Ja. En dan denk je natuurlijk, dat moet zo gek, het moet zodanig zijn dat ze verrast zijn. Zoals ze vorig jaar in de herfst verrast werden. Oekraïne zelf zwijgt, dus op zich is dat ook wel logisch hè, vanwege de strategie. Maar lijkt het je ook verstandig, want je zou ook wel kunnen communiceren, maar misschien wel verkeerde informatie bewust kunnen lekken. Dat zou kunnen, dat is een klassieke methode natuurlijk. Misschien hebben ze dat ook al wel gedaan, maar dan weten we niet precies wat onjuist was en wat niet. Het meest fameuze voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog is D-Day, waar de Duitsers toch vrij effectief was wijsgemaakt dat de landingen in het Pas-de-Calais zouden komen. Dus bij de nauwste opening, zal ik maar even zeggen. Terwijl dat helemaal niet het geval was, maar Hitler heeft tot heel lang geloofd dat de landingen in Normandië een afleidingsmanoeuvre waren. Hè? Wie weet zijn sommige schijnbare afleidingsmanoeuvres van de Oekraïners in werkelijkheid wel het begin van het ware offensief. Nogmaals, ik heb geen idee. Het is wel zo, vind ik, dat geklaag in de westerse pers, laten we het maar even sterk generaliseren, van gaat er nou nog iets gebeuren? Als dat nou nog lang duurt, dan beginnen we onze interesse te verliezen. En dan wil je toch al gauw weer weten of Rihanna een nieuw liedje gemaakt heeft. En wat voor een buitengewone gebeurtenissen er in het Nederlandse talkshowland zijn. Ja, dat vind ik wel, god beter, het is een serieuze oorlog.
En dat wil niet zeggen dat er elke dag triomfen kunnen worden gevierd. Hmm. Je vindt het te veel entertainment af en toe vanuit Westers perspectief? Nee, niet entertainment, maar dat we gewoon voortdurend ongeduldig zijn. Er moeten grote spectaculaire doorbraken plaatsvinden. Vlag vertoon, stortende en neerstortende vliegtuigen. Nou ja. Maar dat is toch de roep om een beetje entertainment dan, als je het zo vertelt? Als je het zo wil zien, maar dat geloof ik niet dat dat erachter zit. Het is ongeduld omdat er niets spectaculairs gebeurt. Hmm. Maar heel vaak is het in oorlogen lange tijd dat er niets spectaculairs gebeurt. Hmm. Dus enig geduld, zou ik zeggen, is op zijn plaats. Nog een analyse van iemand die er verstand van heeft, die zegt van de eerste fase zal vooral bloederig zijn. Het zal een vervelende fase worden, dat is de hele oorlog natuurlijk altijd. Maar vooral die eerste fase van dat tegenoffensief, daar gaat in ieder geval er gaan veel slachtoffers vallen. Maar ja, dat is allemaal maar de vraag. Het kan ook zijn dat ze toch een zwak punt hebben gevonden. Als je eenmaal een doorbraak vreet dat niet. Het is allemaal heel lollig, zo'n lange verdedigingsgordel in de diepte. Maar als het natuurlijk eenmaal een doorbraak is, ben je de klos. Ja. Want dan die kan daar doorheen kan de stoot dan volgen. En dan word je vanaf achteruit word je aangevallen. Hmm. En als je nou even kijkt naar de geschiedenis van indrukwekkende verdedigingsgordels. De Maginot-linie nooit gefunctioneerd. Hè. Gewoon omdat de Duitsers iets ten noorden van de Maginot-linie zijn gaan opereren. Ja. De Westwall heeft nooit de enige betekenis gehad. Nou ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Hmm. Murenbouw is nooit een verstandig beleid. Ze moeten natuurlijk wel door die posities die Rusland heeft klaargelegd doorbreken. Maar jij zegt als er maar één plek is te vinden waar je doorheen kunt. Ja, wie weet is er zo'n plek, weet ik veel. Hmm. Misschien moet je infiltreren. Want die voorbereide posities die zijn, we hebben gezien wat er ligt, liggen mijnen, prikkeldraad. Ja, nee, dat is het bekende werk. Iedereen kan wel verzinnen hoe je dat moet doen natuurlijk. En dan moet je nog een hoop artillerie wat achteruit opstellen. Artillerie wordt natuurlijk altijd vergeten, maar dat is in feite misschien wel een belangrijker wapen dan de infanterie, bij wijze van spreken. Dus ja, nogmaals, het blijft afwachten. En iets meer geduld, zou ik zeggen, is gepast. Dat is jouw oproep. En inderdaad, jij noemde net al dat tegenoffensief van afgelopen herfst bij Kharkiv. Dat was een soort van walk in the park, hè, want daar liepen ze zo doorheen. Ja, dat is evident. De Russen dat niet verwacht hadden. En dat ze hun troepen vooral in het zuidelijke deel van het front hadden. De front is 800 kilometer lang. Reken even vanaf deze plek 800 kilometer. Dan zit je ergens een beetje aan Zuid-Frankrijk. Stel het je voor. Zo'n kaartje ziet er allemaal enorm simpel uit natuurlijk. Maar het is in feite een Rusachtig gebied. En daar, nou ja, de Russen hadden daar in het noorden kennelijk niks verwacht. En die waren dus niet in grote getalen daar aanwezig. Ja, maar als je nu verschillende documenten leest, daar wordt in gezegd dat die impact van die dambreuk op het tegenoffensief is redelijk beperkt. Tuurlijk, het is afschuwelijk wat er gebeurt. Het is alleen het laatste stukje. Kijk, mensen moeten maar even goed op de kaart kijken. Er zijn allemaal prima kaartjes in de handel. Want het noordelijke deel van de oever is in handen van Oekraïne en het zuidelijke deel is in handen van de Russen. Dus de Russen hebben ook eigen terrein onder water gezet. Ja, maar kennelijk vinden ze dat niet zo belangrijk. Of zagen ze toch deze onderneming als vertraging of demoralisering. Het kan van alles en nog wat zijn. Ze hebben natuurlijk in allerlei opzichten ook een demoraliserende strategie gevolgd. Door ziekenhuizen te bombarderen, allerlei dingen kapot te maken die ze niet per se kapot hoeven te maken. Dat is altijd een beetje, vroeger zeiden ze, waar de Turk regeert wil geen gras groeien. Maar waar de Russen de baas zijn, daar is helemaal niet eens gras. Laat staan dat het zou wel of niet zou willen groeien. Maar het is natuurlijk wel een hele erg humanitaire ramp, hè, wat zich daar nu voltrekt. Ja, dat is natuurlijk een drama, dat begrijp je. Het is, als je het uit de luchtfoto's ziet, is het een vrij dicht bevolkt gebied. En het aantal doden valt me nog mee. Die steden stonden fors onder water. Hmm. Ja, er zijn een aantal dodelijke slachtoffers gecommuniceerd. Ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Nee, tot nu toe 11 volgens mij. Weet jij veel of er niet ergens een huisje in een dorp onder water is gekomen te staan? Kunnen die mensen zwemmen? Meestal niet. Dus dat is toch wel een vrij dramatische situatie. Ja. Heb je dat beeld nog gezien van die rabbijn? Die stond iets op te nemen, want dat wordt ook gezegd. Er worden natuurlijk mensen geëvacueerd en dieren. De Russen die schieten daarop, hè, op die situatie. Ja, ik las wel dat de Russen ook mensen die proberen te vluchten, dat ze die weer terugjagen. Nou ja, alles wat beroerd is, kun je van de Russen verwachten. Ja. Het is op zichzelf ook niks nieuws onder de zon. Ja.
Het water stijgt elk uur, want dat stroomt nog steeds uit. 12 centimeter per uur komt er nog bij. Maar goed, op een moment is het wel klaar natuurlijk. Ja. Ik begreep ook dat Oekraïne zegt van daar ligt best nog wel vruchtbare landbouwgrond. Dan maken we ons toch zorgen. Ja, dat kun je bijna afschrijven. Dat is niet meer bruikbaar, vermoed ik. Nou, voorlopig niet. Maar als dit jaar nog droog zou vallen, dat zal toch uiteindelijk gebeuren. Want die rivier, het was een dam in een rivier. Dus uiteindelijk, ja, dan laat je plotseling een hele hoeveelheid, grote hoeveelheid water los. Maar tenslotte voert die rivier dat af. Hmm. Het was geen overstroomd gebied voordat die dam er was. Nee. Angst voor ziektes is er ook. En nou, in ieder geval Japan heeft al gezegd van $5 miljoen geven wij om de boel een beetje. Zo, $5 miljoen, die Japanners, dat is ruimhartig, mag ik wel zeggen. Jongen, jongen. Heb je ook nog gehoord over de samenwerking tussen Rusland en Iran? Dat was natuurlijk al een tijd bekend. Ja, die leveren allerlei militaire spullen. Ja, drones onder andere. Ja. En ze willen nu ook een dronefabriek gaan bouwen. Ja, als je natuurlijk, kijk, als je landen isoleert, zoals met Iran het geval is geweest. Daar waren ook wel redenen voor om dat te doen. Maar er lag een akkoord, in ieder geval over die nucleaire bewapening. Nou, je weet, het heeft Trump het raam uitgegooid. En met als gevolg dat we nu helemaal niks hebben. Geen akkoord en een volledig geïsoleerd Iran. Wat verder een klote regime is, daar gaat het nou even niet over. Maar ja, waarom zou, wat kan het Iran schelen? Die zullen blij zijn dat ze die spulletjes aan de Russen kunnen leveren. En natuurlijk, als dat verdrag wel geëffectueerd was, dan had dat er misschien anders uitgezien. Want dan is het ook weer de start van een proces waarbij je met elkaar in gesprek raakt. Oké, maar zeg je daarmee dat we eigenlijk die Iraniërs in de handen van Rusland hebben geduwd? Ja, dat hebben de Amerikanen en de Israëli's samen natuurlijk. Want de Israëli's die vonden natuurlijk enorm belangrijk dat dat akkoord niet gesloten werd. Dat is tot op zekere hoogte het geval. Ja. Waarmee ik verder geen enkele sympathie uitdruk voor het Iraanse regime. Dat zijn religieuze halfgaren, zoals je weet. Pastoors heb je al eens gezegd. Ja, dat is heel vervelend. Pastoors aan de macht. Allemaal van die zwartrokken. Maar ja, je weet natuurlijk niet als die deal er wel was gekomen, of ze dan de Russen ook niet stiekem zouden helpen achter de schermen. Geen idee. Maar goed, dat is pure speculatie, toch? Ja. Want 800 kilometer ten oosten van Moskou willen ze een dronefabriek gaan bouwen. En die drones moeten dan in Oekraïne gezet worden. Een dronefabriek gaan bouwen. Dus dan weet je al dat we het hebben over termijnen van tussen de 5 en 10 jaar. Dus nou, begin volgend jaar moet die operationeel zijn. Nou, dat wil ik dan nog wel zien. Je gelooft dat niet? Nee. Oké, maar de aanvallen met die drones, die zijn toch redelijk effectief? Want daarmee vernielen ze onder andere militairen. Nou, dat valt nogal mee. In toenemende mate worden die dingen uit de lucht geschoten. Het zijn betrekkelijk primitieve dingetjes die met relatief geringe snelheden opereren. Nee, ik vind juist dat natuurlijk, ja, je moet eerst wennen. Je moet eerst een expertise opbouwen en routine. Maar mijn indruk is dat de luchtverdediging van de Oekraïne daar helemaal niet zo slecht voor staat. Nou, de Verenigde Staten hebben toch wel aangegeven, maar wij maken ons toch wel zorgen om die dronefabriek die er komt. Ja, natuurlijk doen ze dat. Ja, maar ik zou zeggen, laat die eerst maar eens klaarkomen, die fabriek. Volgend jaar gaan in de productie, kom op. Hmm. Zijn geen wonderdokters. Laat staan de Russen die niks kunnen. Je bent nog steeds niet onder de indruk van wat je van ze ziet op het slagveld. Nee, ik ben in geen enkel opzicht ben ik onder de indruk van de Russen. En het loopt natuurlijk al. Rusland heeft ooit in de vorm van de Sovjet-Unie een gigantische en spectaculaire prestatie geleverd. Dat is de mobilisatie nadat de Duitsers Rusland hadden aangevallen in 1941. Dat is een schitterende prestatie geweest. Dat is waarschijnlijk ook toch wel inherent aan het bolsjewisme en de volstrekte gewetenloosheid van het regime. En de bereidheid om ook op grote schaal geweld te gebruiken. Dat het zo dringend noodzakelijk was, hadden ze deels aan hun eigen wanorganisatie en incompetentie te danken. Maar toen dit eenmaal noodzakelijk was, hebben ze een grootse prestatie geleverd. En dat heeft geleid tot de bezetting van Oost-Europa en van Centraal-Europa. Nou ja, dat weten we allemaal natuurlijk wel. En vervolgens is het natuurlijk een aflopende zaak geworden. En aanvankelijk leek het nog wel redelijk te gaan in Rusland. Maar je kunt wel zeggen dat ze vrij snel eigenlijk een achterstand begonnen op te lopen bij de technologische en welvaartsontwikkeling in het Westen.
Met als gevolg dat ook dat arme Oost-Europa natuurlijk tot 89 onderdrukt is door de Russen. En een aanmoedige en treurige boel was. Allemaal hele onaangename politiestaatjes. Zo dat de Sovjet-Unie zelf natuurlijk voor geen meter deugde. Als de Sovjet-Unie zich normaal had ontwikkeld, laten we zeggen licht gedemocratiseerd was geraakt, zijn industrie had gemoderniseerd, eventueel met behulp van het Westen, dan was ook niet de volledige ineenstorting van de Sovjet-Unie had zich niet voorgedaan. Nee, ik zou graag willen beweren dat de Russen, even afgezien van waar ik mee begonnen ben, nooit een prestatie van enig belang hebben geleverd. 0,0. Ja, ze hadden ook mooie straaljagers en van al aan dat soort van dingen, omdat ze een kwart van hun bruto product erin stopten. Nee, als je nou iets leerde als je ooit in Oost-Europa was, is dat ze niks konden. Ik ben nog door Boedapest rijden, daar stonden overal lange, lange rijen voor de winkels. Ik vroeg aan mijn Hongaarse kennis, Zoltán, waarom staat iedereen hier in de rij? Ja, zei hij, er zijn vandaag bananen. Nou ja, hè? Je kunt hier om de hoek, dan kun je een ton bananen kopen voor een schappelijke prijs. Zelfs bananen konden ze niet aanbieden. Hoe kwam dat dan? Hoe was dat dan georganiseerd? Ja, geen geld, incompetentie, geen contacten. Niet bereid om met westerse bedrijven in zee te gaan, weet ik wat de oorzaken waren. Er zijn vandaag bananen, nou dan weet je het eigenlijk al wel. Hè? Pretzels. Ze waren ook in Boedapest bezig om de tramrails op te graven, hoe je dat zegt, af te breken. Toen zei ik nog, joh, laat ze nou liggen. Hè? Over 50 jaar kijk je er anders naar. Nee, ze gingen het allemaal opbreken. Kortom, ze probeerden te moderniseren en dat viel totaal verkeerd. Nee, voor de Sovjet-Unie, daar kan ik geen positief punt verzinnen, moet ik eerlijk bekennen. Overigens, wie dol op bananen was, was Stalin. Dus nou ja, misschien dat ik daar op het woord banaan ben gekomen. Kan Poetin nog iets doen om dat leger de wind weer in de rug te geven? Nou ja, dat moet je van de Russen zeggen in de Tweede Wereldoorlog. Nadat ze natuurlijk eerst op een afschuwelijke wijze klop hadden gekregen van de Duitsers. En natuurlijk op het nippertje eigenlijk van de ellende zijn gered om te verliezen. Hebben ze wel, na een jaar of twee hebben ze een snotje gekregen hoe je die Duitsers moest op meest effectieve wijze moest bevechten. Dus er zat wel een leerproces in, dat zonder meer. Dus ik geloof dat aanvankelijk, eerste twee jaar aan het oostfront, gingen er 10 Russische tanks verloren voor 1 Duitse tank en tank. En tenslotte was het 1-1. Maar dan hebben we het over eind 44, begin 45. Nee, ik ben al van... Noem eens een, nou ja, dat, je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar China is toch ook communistisch, hebben ze toch ook een communistische partij, ja. Maar natuurlijk, als je even kijkt wat de oorzaak is van de spectaculaire industriële expansie van China, dan zie je dat investeringen, competentie en informatie van buiten was en niet van binnen. Veel als in het Westen. Het was gewoon het feit dat ze de ruimte boden om daar te gaan investeren. En daarom is dat gelul over Formosa, Taiwan ook zo stom vervelend. Ze hebben enorm geprofiteerd van de aanwezigheid van Taiwan. Mm. Waar natuurlijk tal van Chinezen waren die graag wilden investeren in een ontwikkeling op het continent. Ja. Idem dito Hongkong. Hè? Vandaar dat het ook zo'n godvergeten klote streek is die ze met dat Hongkong hebben uitgehaald. Waar ze enorm van geprofiteerd hebben. Nou goed, toen is het in 1999 natuurlijk weer in Chinees bezit gekomen. Ze hadden allerlei beloftes gedaan. Dan was het ook weer 1 land, 2 regimes. En ze hebben zich er voor geen meter aan gehouden. En ze zijn op die vervelende Xi Jinping-tour gegaan. Wat, ik zweer het je, op de lange termijn een verliezend toneelstuk ja. is. En Poetin heeft nog, toen ze elkaar ontmoeten laatst, heeft hij nog gezegd van, we zijn best wel jaloers op die economische kracht van China. Ja, dat geloof ik graag. Nou ja, dan zou je hetzelfde moeten doen als wat de Chinezen hebben maar gedaan. Maar dat betekent dus ook openstaan voor dat het Westen. Dat hebben de Russen ook wel eens gedaan. En dan werd er, dat is dat de fameuze Shell-project toch. Ik geloof echt bij Kamchatka of zo, of Sakhalin, daar ben ik nog even vergeten waar het was, maar daar helemaal in het oosten. En nou ja, daar werden enorme hoeveelheden olie, gas, ik weet niet precies wat het was, aangeboord. Dat zag er geweldig uit en vervolgens hebben de Russen gezegd, ja, jullie hebben gesjoemeld met de belastingen, dus sorry, maar wij moeten dat nationaliseren. Ja, dan weet je zeker dat de volgende oliemaatschappij er niet nog eens een keer intuint op dit gebied. Nee, het zijn dieven en moordenaars. Zijn het altijd geweest.
Merkel heeft het ook nog een hele lange tijd geprobeerd. Hè, om de dat contact te zeggen, de oude bolsjewieken waren geen dieven. Dat moet ik er even bij zeggen. Ik heb die anekdote toch al verteld dat toen Molotov doodging. Die heeft heel lang, die werd ook tegen de 100 geworden of zo. Heb je niet verteld? Had hij 46 roebel op zijn spaarbankboekje staan. Er zijn wel mensen die zeggen dat die hele zogenaamde revolutie in Rusland, dus het beëindigen van het Sovjet-regime, dat dat eigenlijk een onderneming was van de elite, niet waar, om zich eindelijk rijk te kunnen stelen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. Dat is goed gelukt. Dat is heel goed gelukt, ja. De elite heeft zich op een spectaculaire, zeg maar mondiale schaal rijk gestolen. Ja, maar wat is dan het verschil met de bolsjewieken? Dat die waarschijnlijk aan hun eigen kletspraat geloofden. En dat kun je denk van de zittende elite niet zo makkelijk zeggen. En kennelijk niet, nou in ieder geval Molotov, geen poging heeft gedaan om tot zelfverrijking. Oké. Dus jij denkt het huidige regime weet dat ze onzin verkopen? Het huidige regime draait voor een niet onbelangrijk gedeelte puur en alleen op zelfverrijking. En dat weten ze? Tuurlijk weten ze dat. En dan denk ik, ik neem aan dat ze binnenkamers er cynisch genoeg over zijn. Ja. Ja. Merkel heeft toch ook nog een hele tijd gezegd van we moeten die relatie met die Russen goed houden? Absoluut. Daar had ze natuurlijk groot gelijk in. Ja, dacht je dat Merkel niet wist dat er dieven en moordenaars waren? Natuurlijk wist ze dat. Denk aan die rotshond van Poetin. Ja, die fameuze beelden. Ja, ja, ja. En ik wil het nog wel wat pijnlijker maken, dit verhaal natuurlijk. Dat tenslotte, er komt een eind aan die oorlog in Oekraïne. Ooit, op een of andere manier. En dan zullen we met die klote Russen weer een relatie op moeten bouwen. Dat is wat Kissinger ook zei. Ja, je kan wel. Het zijn boeven en moordenaars. Maar traditioneel hebben we ook hele goede relaties gehad met boeven en moordenaars. Het gekke is natuurlijk dat zoveel landen in de wereld merkwaardig genoeg altijd de handen raken van boeven en moordenaars. Dat is het eigenaardige eigenlijk. Hmm. Maar jij zegt je moet er dan weer een relatie mee opbouwen, maar kun je ze niet gewoon negeren? Nee, dat denk ik niet. Want ze kunnen natuurlijk, kijk, Rusland is een enorm land. Weliswaar gaat het demografisch ontzettend slecht met Rusland. Maar het is dus een permanente aanwezigheid. En zolang het een regime is wat voor geen meter deugt, in geen enkel opzicht eigenlijk, kunnen ze natuurlijk nadat ze de bestaande verliezen die ze geleden hebben aangevuld, laat dat eens 5 jaar duren, laat het een klein decennium duren, niet waar, dan kunnen ze weer overnieuw beginnen met dreigementen ja. En zuurpieterij. Maar wat maakt dan dat je ze niet kunt negeren? Kijk, een land als Peru kun je makkelijk negeren. Maar is het dan de grootte van het land? Is het de hulpbronnen, de natuurlijke bronnen die in de grond zitten? Nee, het is het ongelukkige feit dat ze natuurlijk dat ze in de buurt liggen van West-Europa. Dat ze in allerlei opzichten gewoon de buren van de Europese Unie zijn. En een groot oppervlakte hebben. Ja, waar je over niks aan hebt. Het zijn voornamelijk dennenboompjes, maar zoals ik al vaak heb opgemerkt. Maar natuurlijk, het is toch ook voor op Europese schaal een enorm land met enorme potentiële hulpbronnen. En als dat natuurlijk gerund wordt door een crimineel regime, dan zit je voortdurend met aanzienlijke risico's. Die risico's kunnen ook relatief klein zijn. Dat is dat gehek en al die andere kinderachtige flauwekul waar ze altijd mee bezig zijn. Maar die kunnen ook uiteindelijk, nou ja, kijk naar 2014. Waarbij ik ook dacht van nou, dat is eigenlijk qua klaar. Het is eigenlijk afgelopen. Ze waren nog niet tevreden. Ja. En zijn natuurlijk in vorig jaar met een heel groot project begonnen. Denk je dat Poetin zich wel ooit toegeeft dat hij verslagen is? Dat zal hij zelf misschien denken in zijn hoofd, maar dat laat hij jou niet merken. Ik denk niet dat dat de strategie is. Nee, we zullen dus ook als er ooit een eind aankomt, op wat voor wijze dan ook, zullen we natuurlijk ook ruimte moeten laten om Poetin de wereld wijs te kunnen laten maken dat hij iets bereikt heeft. Ja, en je moet hem een uitgang bieden, waar we het al eerder over hebben gehad, ja. Overigens, er zijn ook nog wat cijfers over de Oekraïnse economie. Die is met 10,5% gekrompen. En dat is iets minder erg dan waar gevreesd werd. Dat was namelijk 14%. Dat was meevallen, eerlijk gezegd. Ja, ze hadden 14% hadden ze op gerekend. Ja, kijk aan. Natuurlijk die landbouw die natuurlijk voor een deel vernield is. En heel veel mannen die zijn naar het front toe. Dus die kunnen niet meer werken. Ja, natuurlijk ontzettend veel Oekraïners zijn natuurlijk uitgeweken naar voor een belangrijk gedeelte naar West-Europa. Ja. Ja. Nee, op zichzelf is het ook de Oekraïne. De toekomst van Oekraïne is ook relatief duister. Ik zou ook zeggen, zorg dat ze in principe zo snel mogelijk, zo intensief mogelijk contacten met de Europese Unie kunnen opbouwen. Want dat was toch heel verrassend in het begin, toen deze poppenkast begon, deze ellendige poppenkast.
dat plotseling blijkt dat allerlei vitale onderdelen van West-Europese autofabrieken in het westen van de Oekraïne gemaakt bleken te worden. Ja, zeker. En dan was er ook nog het nieuws dat Oekraïne waarschijnlijk achter die Nord Stream opblazing zit van die pijpleiding. De Belgische autoriteiten hadden daar via de Amerikanen weer een bericht van gekregen. Ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het altijd onopgeklaard zal blijven. Nou ja, of iemand die het gedaan heeft, zal het altijd moeten toegeven. Nou, dat was wel wat. Kijk, het moet natuurlijk toch een vrij omvangrijke operatie zijn geweest. Je kunt dat niet af met een roeiboot en een handgranaat. Dus dat wil zeggen dat ooit iemand uit de school zal klappen. Zo gaan die dingen. Ja, maar goed, dit is kort na de sabotage. Zou kunnen. Ja, dan moet je eens even nagaan wat voor voordelen het voor de Oekraïne heeft opgeleverd. Namelijk dat het voorlopig niet incidenteel, maar structureel een eind is gemaakt aan de levering van Russisch gas aan West-Europa. Want daar gaat het allemaal om. Nou, welk voordeel hebben ze daarmee? Dat die afhankelijkheid van West-Europa, van Rusland, dat die dus niet zich in die vorm opnieuw en snel zal kunnen voordoen. Ja, want die afhankelijkheid betekent natuurlijk dat West-Europa altijd geneigd is pappen en nat houden als het gaat om Rusland. En dus ook minder financiële middelen voor Rusland? Ja, vanuit het Westen? Ja. Okay. Al kunnen ze die rommel, als ze moeten natuurlijk dat hele gasnet moet gereoriënteerd worden. Je kunt die rommel voorlopig nog wel kwijt. Ja. Vooral omdat gas eigenlijk een relatief schone brandstof is onder de fossiele brandstof. Maar het sentiment is een beetje dat die westerse inlichtingendiensten dus al maanden eigenlijk op de hoogte zijn van dat Oekraïne erachter zit. Maar in de pers wordt natuurlijk dat allemaal wat vager gehouden. Ik heb geen idee. Ja. Ik ben ook van inlichtingendiensten over de hele linie niet erg onder de indruk. Oké. En dat baseer je natuurlijk op wat Amerika is gebeurd, die niet met elkaar communiceren. Ja. Ja, het gekke is dat er zijn momenten geweest dat de CIA groot gelijk had. Op die momenten, dat begrijp je al, je voelt hem aankomen, is er niet naar de CIA geluisterd. En er zijn ook momenten geweest dat de CIA volledig in de greep was van paranoia. En dat was jammer genoeg ook altijd wel de gelegenheid voor de regering om ernaar te luisteren. Er is natuurlijk ook flink aan gemanipuleerd. Kijk eens, het Pentagon heeft elk jaar een nieuwe begroting. En elk jaar moet er dus uitgelegd worden dat de wereld vol van verschrikkelijke gevaren is. Dat de Russen unieke nieuwe wapens hebben. Wat is het, die supersnelle raket. Wat in de praktijk ook nog al tegen bleek te vallen allemaal. Net zo goed als dat gehack ook niet waar. Want alles en iedereen zou gehackt worden. Wij ook hier. Maar dat bleek ook, nou ja, en dat hangt natuurlijk weer samen met, ja, dat in feite de moderne media een vorm van georganiseerde paniek zijn. Het is altijd verschrikkelijk. Het einde der tijd is altijd nabij. De wapens van de tegenstander zijn altijd de gruwelijkste wapens ooit bedacht enzovoort enzovoort. Toch een belangrijke factor in de democratie, hè? De media ook. Ja, met de waakhondsfunctie. Ik denk dat veel mensen in een soort vage angsten leven, omdat ze naar dat ding kijken natuurlijk, de tv, want dat is natuurlijk of toch de krant lezen, die doet er ook aan mee. Nou, de krant doet er ook wel aan mee, maar het leesproces als zodanig is al minder panisch van aard dan het kijkproces bij de televisie natuurlijk. Mm. Dus ja, ik denk dat veel mensen denken dat we in vreselijke tijden leven. Het is helemaal niet zo, maar ze denken wel dat het zo is. Doordat natuurlijk boven dat alles nog dat steeds dreigende onweer van de klimaatverandering hangt. Oké. Hey, we zijn natuurlijk bezig met de voorbereidingen voor de podcast over de grondwet. Die komt er binnenkort aan. En we hebben maandag gaan we naar Dennis Wiersma. Ja, dan hebben wij namelijk een podcast. In feite een publieke podcast. Met Dennis Wiersma, maar die is volgens mij 's ochtends. Dus als wij komen is hij alweer lang weg. Dennis Wiersma is al lang weg. Ja, jammer toch. Alleen als die weer woedend is geworden en in een grote kooi is afgevoerd. dan is die ook afgevoerd natuurlijk. Wij komen pas om 3:30, 4:00 of zoiets. Maar Maarten van Ooy is er wel, de staatssecretaris. Ach, die klinkt heel braaf. Ja, dat is hij ook volgens mij. Het gaat over de zorg en zo. Oké, ja, wij gaan het over het onderwijs hebben. Ja, heb je verhaal een beetje gedacht al? Nee, zoals je weet niet. Het gaat initieel gaat het over praktisch onderwijs. Ja, we hebben dat verschil tegenwoordig. Praktisch onderwijs en het feit dat er eigenlijk veel te weinig aandacht en geld wordt gegeven aan praktisch onderwijs. En dat dat beter zou moeten, omdat we natuurlijk ooit een prima opleiding op dit terrein hadden, die we allemaal afgeschaft hebben. Omdat we door de overschatting eigenlijk van
theoretisch onderwijs, laten we het maar zo zeggen. Wij vinden het enorm deftig dat iedereen een mondje Engels spreekt. Ik geef altijd hetzelfde voorbeeld. Ook weet welke rivier in de Kaspische Zee uitkomt, terwijl iedereen weet dat je de centrale verwarming prima kunt repareren als je helemaal niks af weet van de Kaspische Zee. Laat staan de rivier die uitkomt in de Kaspische Zee. Hoewel het droevig is om die foto's te zien van die langzaam verdrogende Kaspische Zee. Ja, zeker. Van die wrakken die al tientallen jaren midden in de woestijn liggen. Ja. Oké, dat is dus wat we daar maandag gaan doen. Ja. En dan ontvouw ik, hopelijk. Jij moet natuurlijk ook mijn richting bepalen. Het feit natuurlijk dat naar mijn idee het hele onderwijs eigenlijk niet bijster overtuigend functioneert. Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk hele goede scholen. Er zijn ongetwijfeld prachtige, goed georganiseerde studierichtingen. Misschien ook wel kwalitatief zeer hoogstaande lagere scholen. Maar die cijfers zijn toch wel, was het ook weer 25% van de kinderen die van de lagere school afkomen. Dus naar groep 8 is dat. Is in feite onvoldoende gealfabetiseerd. 10% is analfabeet. Stel je voor, 1 op de 10 kinderen die in Nederland uit het lagere onderwijs uitstroomt, is analfabeet. Althans volgens die cijfers. Dat is veel. Ja, of ze dan ook de verbodsborden niet kunnen lezen, of wc en dat soort van dingen, dat weet ik niet. Maar het komt erop neer dat ze, laten we zeggen, gewoon een uit Nederlands, goed Nederlands bestaande tekst eigenlijk niet behoorlijk kunnen lezen en verwerken. En brieven van de overheid dus ook niet? Nee, nou moet ik je zeggen, we hebben het erover gehad. Ik heb een brief gekregen van de Belastingdienst. Ja. Van twee kantjes waar ik niets van begreep. Maar ze gaan het wel simpeler maken. Hè? Ik weet niet of dat naar aanleiding van dit voorbeeld is, maar de week daarna was in het nieuws, Belastingdienst gaat brieven simpeler maken. Ik geloof het graag, want waarschijnlijk heeft niemand begrepen waar die brief over ging. Behalve degene die hem opgesteld heeft. En als je zo'n brief opstelt, dan is er maar één verklaring mogelijk, namelijk dat hij zelf ook niks van begrepen heeft. Hij of zij. Het is echt, ja, ik heb hem apart gelegd voor mijn belastingman. Maar vaak is de mededeling toch, alsjeblieft betalen. Ja, je moet altijd betalen. Ja. In dit geval, gaan we er niet in verdiepen. Dan zeg ik waarschijnlijk iets verschrikkelijk stoms, dus dat ga ik niet doen. Alleen als die weer woedend is geworden en in een grote kooi is afgevoerd, dan... Het Russische geweld door de jaren heen. En hoe het toegenomen is na de val van de Sovjet-Unie. Daarover vertelt Maarten van Rossum in een gloednieuw luisterboek. 2 uur lang College van Maarten. Download het luisterboek via de link in de show notes. Binnenkort verschijnen er weer nieuwe afleveringen van Sea Level. Maar luister nu nog een keer naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het een slecht idee is om 's avonds met je smartphone op je nachtkastje te slapen. De link naar die aflevering vind je in de show notes.